Dames en heren, beste collega's, oud-collega's, studenten, oud-studenten, vrienden, familie. Van harte welkom bij het afscheidscollege van professor Dr. De Grip, hoogleraar bedrijfs- en beroepsscholing en arbeidsmarkt in de School of Business and Economics. De titel van professor De Grips oratie luidt: Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkelen, de veranderende betekenis van het post-initieel leren. Distinguished guests, welcome to the valedictory lecture of Professor Andries de Grip. The title of the lecture is From Lifelong Learning to Lifelong Development, the changing meeting of post-initial learning. The lecture will be in Dutch, however, the English text is available at ROA's website. Professor de Grip, Andries, mag ik je uitnodigen? Geachte prorector, collega's, vakgenoten, familie, vrienden en bekenden. Zeer gewaardeerde toeschouwers. Het is jammer dat jullie hier vandaag niet allemaal aanwezig kunnen zijn. Maar ik vind het fijn dat veel van jullie via de livestream mijn afscheidsrede bijwonen. Welkom allemaal. Vaak is er meer aandacht voor het maken van beleid dan voor het evalueren ervan. Dat blijkt duidelijk uit het verschil in belangstelling tussen Prinsjesdag, waar de regering haar plannen voor het komende jaar bekend maakt, en Verantwoordingsdag, waarop gekeken wordt naar de effectiviteit van het gevoerde beleid. Ook bij hoogleraren is er vaak meer interesse in de plannen die ze uitspreken in hun oratie dan in hun afscheidsrede. Maar ik wil deze afscheidsrede toch in het teken zetten van de taakstelling die ik mezelf oplegde in mijn oratie, die ik ruim 20 jaar geleden uitsprak. Het heeft bovendien voor mij de prettige bijkomstigheid dat ik ongegeneerd uit eigen werk kan verwijzen. Mijn oratie die had als titel Van tweede kans onderwijs naar een leven lang leren. De veranderende betekenis van post-initiële scholing. Hierin benadrukte ik dat de maatschappelijke noodzaak om de participatie in het post-initieel onderwijs te vergroten niet langer betrekking had op tweede kans onderwijs, maar op het inspelen op de verschuivingen op de arbeidsmarkt. Daarbij is er niet langer sprake van een substitutie tussen het initieel en post-initiële leren, zoals bij tweede kans onderwijs, maar van complementariteit tussen beide. We moeten gewoon meer blijven leren dan in het verleden. En dat geldt nog steeds. Het post-initiële leren staat momenteel meer dan ooit in het teken van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Naast de upgrading van de gevraagde competenties in veel functies, is er ook sprake van competentieveroudering. Deze competentieveroudering ontstaat omdat er door vernieuwingen in productieprocessen in alle sectoren van de economie steeds nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn om je werk goed te kunnen doen. Maar er is nog wat bijgekomen, waardoor de uitdagingen nog groter zijn geworden. In de afgelopen 15 jaar is de pensioengerechtigde leeftijd flink naar achteren geschoven, waardoor we langer onze competenties op peil moeten houden dan in het verleden. Maar ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. Het verschuiven van de pensioneringsleeftijd heeft mij in de gelegenheid gesteld langer aan mijn leeropdrachten te kunnen werken dan destijds de bedoeling was. Door de verschillende herzieningen in ons pensioenstelsel is de gemiddelde pensioenleeftijd tussen 2006 en 2020 gestegen van bijna 61 jaar naar 65 jaar en 6 maanden. Onze kennis en vaardigheden moeten dus gemiddeld 4,5 jaar langer up-to-date blijven om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Deze grote maatschappelijke noodzaak tot een leven lang ontwikkelen roept een aantal vragen op, waarop ik in deze lezing wil ingaan. Allereerst, hoe houden we onze competenties up-to-date? Hoe effectief is het leven lang ontwikkelen voor de productiviteit van werkenden? Hoe effectief is het voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden? En voor welke groepen is het moeilijkst om in de toenemende noodzaak van een leven lang ontwikkelen te voorzien? Welke maatschappelijke infrastructuur op het terrein van het leven lang ontwikkelen heeft onze samenleving nodig om een sterke economie te blijven? Allereerst de eerste. Hoe houden we onze competenties up-to-date? Het ROA-onderzoek van de afgelopen twee decennia is een belangrijke bron geweest om deze vraag te kunnen beantwoorden.
In mijn oratie had ik me nog om verwonderd hoe weinig we destijds wisten van de omvang en de aard van de investeringen in menselijk kapitaal na het verlaten van de schoolbanken, terwijl dit toch een van de belangrijkste productiefactoren is in onze kenniseconomie. Zo was er alleen wat verbrokkelde informatie beschikbaar over de deelname aan cursussen en trainingen, maar was er geen enkel inzicht in bijvoorbeeld de omvang van het informele leren op het werk. En dat terwijl er zowel in de economische als onderwijskundige literatuur al langer het besef was hoe belangrijk learning by doing op de werkvloer is. De moeilijke meetbaarheid ervan was denk ik een belangrijke reden voor de geringe aandacht hiervoor in de beleidsdiscussies. Met de eerste ROA Leven Lang Leren enquête, die ik in 2004 samen met Lex Borghans en Bart Goldstein heb opgezet, hebben we een unieke databron weten te creëren die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het inzicht dat we nu hebben in de aard van het leven lang ontwikkelen, de deelname eraan en de effectiviteit ervan. Bekostigd uit verschillende bronnen hebben we de enquête iedere 3 jaar herhaald. Ik zal u kort wat resultaten laten zien. Zoals we hier zien, hebben er de afgelopen jaren weinig veranderingen plaatsgevonden in de scholingsdeelname. In alle metingen bereikt ruim de helft van de werkenden in de voorafgaande 2 jaar een training of cursus te hebben gevolgd. Na 2013 is het iets teruggelopen tot 51% in 2020. Bij de niet-werkenden, de onderste lijn, fluctueert de scholingsparticipatie zo rond de 20%. Maar ook onder hen is dit in 2020 teruggelopen tot 17%. Deze scholingsdeelname in Nederland ligt weliswaar boven het Europese gemiddelde, maar blijft flink achter bij die in de Scandinavische landen. En bovendien, zoals u hier ziet, stagneert die scholingsdeelname. Maar het gaat niet alleen om scholingsdeelname. In onze enquête laten we voor het eerst zien hoe enorm belangrijk het informele leren op het werk is. We meten dat door in de enquête de simpele vraag te stellen: hoeveel procent van de werktijd besteedt u aan taken waarvan u kunt leren? Hoewel er op deze subjectieve manier van meten natuurlijk wel wat valt af te dingen, maakt dit het goed mogelijk om het grote belang van learning by doing op maatschappelijk niveau in kaart te brengen. Zoals we hier zien, hebben de werkenden in Nederland tot 2013 zo rond de 30% van hun werktijd werkzaamheden waarvan ze leren. Na 2013 is het percentage echter flink afgenomen, tot 22% in 2020. Welke factoren beïnvloeden nu dit informele leren? Veranderingen in iemands takenpakket blijken het informele leren op het werk een positieve impuls te geven. Zo ligt de scholingsdeelname ongeveer 5 procentpunt hoger onder werknemers die van functie zijn veranderd. Mijn onderzoek met Lex Borghans en Didier Fourage laat zien dat we vooral veel leren van nieuwe en uitdagende taken. En weinig van routinewerk, als ook, en dat verbaast weinigen, van vergaderen. Het grote belang van het informele leren op het werk komt vooral goed tot uiting als we het vergelijken met de tijd die werkenden besteden aan het volgen van cursussen. Gemiddeld 91% van de totale tijd die werkenden in 2020 aan werkgerelateerde leeractiviteiten besteden, had betrekking op het leren van werkzaamheden, van de werkzaamheden die men heeft. Dat roept natuurlijk wel de vraag op of het leereffect van het informele leren niet veel lager is dan het effect van het volgen van een cursus of training. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Gemiddeld genomen blijken werkenden net zoveel te leren van een uur informeel leren op het werk dan van een uur waarin ze een cursus of training volgen. Maar het grote belang van het informele leren op het werk betekent niet dat het volgen van scholing niet belangrijk is. Integendeel, het volgen van scholing is voor 39% van alle werkenden een stimulans om meer te leren op hun werk. Daarbij gaat het vaak om het in de praktijk met vallen en opstaan toepassen van wat je op een cursus of training hebt geleerd. Maar ook buiten het werk kunnen we veel op informele wijze leren. In de Levenslang Leren enquête 2017 heb ik samen met Peter van Eldert, Didier Fourage, Annemarie Cunele en Davy Paulussen geprobeerd om een indicatie te krijgen van de mate waarin we leren van de activiteiten naast ons werk. Hoewel het informele leren op het werk nog steeds het overgrote deel van de totale leertijd uitmaakt, het grote blok van die 67%, blijken de werkenden gemiddeld genomen meer tijd te leren van de aandacht die ze besteden aan hun kinderen, dat is 14% van de werktijd, dan van het volgen van trainingen of cursussen, 12%, allebei linksboven in deze grafiek. Het aandeel van zelfstudie ligt met 5% van de totale leertijd lager, terwijl zowel vrijwilligerswerk als mantelzorg, in ieder geval gemiddeld, slechts 1% van de totale leertijd uitmaken.
De levenslang leren enquête laat ook zien dat we op het werk niet alleen leren van de werkzaamheden die we doen, maar ook van onze collega's. 46% van de werkenden lukt het om de kennis die ze hebben opgedaan in een cursus over te dragen aan hun collega's. Door deze kennisoverdracht heeft een groter deel van de werkenden in het bedrijf profijt van de gevolgde scholing dan alleen de medewerkers die de cursus zelf hebben gevolgd. Samen met Jan Sauerman heb ik het leren van collega's goed in beeld kunnen brengen in een callcenter van een telecommunicatiebedrijf. Uit ons gerandomiseerde veldexperiment bleek dat als de helft van een team de training had gevolgd, de productiviteit van hun teamgenoten die de training nog niet hadden gevolgd met 2,5% toenam. Daarbij werd de productiviteit niet subjectief gemeten, zoals in de survey, maar objectief, op basis van de key performance indicator van het bedrijf. Dit laat zien dat het volgen van scholing een nog groter rendement heeft dan vaak wordt gevonden. Want wat iemand leert op een cursus leidt niet alleen tot een grotere productiviteit van degene die de training heeft gevolgd, maar het vergroot ook de productiviteit van de andere leden van het team waarin iemand werkt. In een ander onderzoek in hetzelfde telecommunicatiebedrijf heb ik samen met Jan Sauerman en Inge Sieben gevonden dat de productiviteit van nieuwe medewerkers die in een team werden geplaatst wat meer ervaren was, significant sneller toenam dan de productiviteit van nieuwe medewerkers die in een minder ervaren team werden geplaatst. Maar ook buiten het werk kunnen we veel leren van vakgenoten. Een studie van Dar en anderen laat zien dat de communicatie en persoonlijke relaties met mensen die in een soortgelijke functie in andere organisaties werkzaam zijn, heel belangrijk zijn om up-to-date te blijven in je vakgebied. Daarom is het erg nuttig om regelmatig naar een workshop of conferentie te gaan, waar je niet alleen kunt luisteren naar de lezingen van de experts, maar ook uitgebreid kunt netwerken met andere deelnemers die soortgelijk werk doen. Dat voegt vaak een frisse, vernieuwende blik van buiten het bedrijf toe aan wat je kunt leren van de collega's binnen je eigen organisatie. In een studie samen met Astrid Pleijers van het CBS laten we zien dat vooral hoogopgeleiden op deze manier veel leren. 57% van hen geeft aan in het afgelopen jaar één of meerdere workshops of conferenties te hebben gevolgd. Bij de middelbaar opgeleide 34% en laagopgeleide, dat is maar 15%, gebeurt het veel minder. De deelname aan workshops en conferenties is overigens het grootst in de financiële dienstverlening en de sector overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Het in kaart brengen van de omvang van het informele leren op al deze plekken in de ROA Leven Lang Leren enquêtes heeft het belang van het informele leren op de beleidsagenda gezet. Het grote belang ervan voor het up-to-date houden van onze kennis en vaardigheden rechtvaardigt dan ook dat we niet langer spreken van een leven lang leren, maar van een leven lang ontwikkelen. Immers, gemiddeld 91%, zoals ik heb laten zien, van de totale tijd die werkenden aan leeractiviteiten besteden, heeft betrekking op het leren van de taken die we uitvoeren. En daarnaast leren we veel op informele wijze van onze directe collega's, op workshops en congressen, als ook van wat we naast ons werk doen. Het grote belang van het informele leren voor de kennisontwikkeling van de beroepsbevolking maakt ook dat de aandacht zich niet meer louter richt op de scholingsparticipatie, maar steeds meer op een bredere belang van een goede leercultuur, waarin werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de sterk toegenomen maatschappelijke noodzaak tot een leven lang ontwikkelen. Ik zal straks aangeven welke stappen er gezet moeten worden om zo'n goede leercultuur te creëren. Dat brengt me bij mijn tweede vraag. Hoe effectief is het leven lang ontwikkelen voor de productiviteit van werkenden? Het is niet gemakkelijk om dit goed te meten. Veel studies hebben dit gedaan door het loon dat iemand verdient als productiviteitsmaatstaf te hanteren. Daar valt veel op af te dingen. Al is het maar dat het alleen laat zien wat het oplevert voor de medewerker zelf. Andere studies kijken naar de toegevoegde waarde die een bedrijfssector creëert. Deze studies geven aan dat het rendement van scholing op bedrijfsniveau circa 2 keer zo hoog is als het effect op de lonen. Daarbij blijft het echter de vraag of hier sprake is van een causale relatie tussen de trainingsdeelname en de productiviteitsdeelname. Toename. Het gerandomiseerde veldexperiment dat ik samen met Jan Sauerman heb gedaan, laat zien dat het terdege sprake is van een substantieel causaal effect. Door het volgen van een training van een week, gericht op het sneller kunnen begrijpen van de vraag die een klant heeft, bleek de productiviteit van callcentermedewerkers met maar liefst 10% te stijgen. Daarbij werd de productiviteit gemeten door het sneller kunnen afhandelen van het gesprek.
Dat laatste riep natuurlijk de vraag op of deze productiviteitsstijging niet ten koste ging van de kwaliteit van het geleverde werk. Dat bleek niet het geval te zijn. De tevredenheid van de klanten over de kundigheid van de medewerker die hen hielp, dit nam zelfs toe. En klanten hoefden ook niet vaker opnieuw te bellen, omdat hun probleem niet was opgelost. Het informele leren op het werk blijkt de productiviteit ook te verhogen. Dit blijkt uit studies die kijken hoe snel de productiviteit van nieuw aangetrokken medewerkers zich ontwikkelt. Zo liet mijn onderzoek met Jan Sauerman en Inge Sieben onder nieuw aangestelde callcentermedewerkers zien dat deze na een jaar werken 64% productiever waren dan toen ze in hun baan begonnen. Het informele leren op het werk wordt sterk gestimuleerd door technologische vernieuwingen van het productieproces. Betekent ook dat het informele leren zelf een belangrijk positief spillover effect is van investeringen en technologische vernieuwingen, wat het rendement van deze investeringen vergroot. Immers, door learning by doing met nieuwe apparatuur worden medewerkers steeds beter in het gebruiken van en komen ze op ideeën voor verdere productiviteitsverhogende vernieuwingen. Dit geeft aan hoe belangrijk het voor een land kan zijn om in een vroeg stadium te investeren in bijvoorbeeld de energietransitie of kunstmatige intelligentie. Dit brengt me bij mijn derde vraag. Hoe belangrijk is het leven lang ontwikkelen nou voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden? Binnen de duurzame inzetbaarheidsliteratuur is er een tweedeling tussen enerzijds studies die zich richten op de vitaliteit van werkenden en anderzijds studies die zich richten op de veroudering van kennis en vaardigheden. Een tweedeling die alleen overwonnen kan worden door multidisciplinair onderzoek. Zelf heb ik me met de start van mijn leerstoel gericht op het onderzoek naar scholingsveroudering, waar destijds nog weinig economisch onderzoek naar werd gedaan. Samen met Jasper van Loo en Ken Mayhew heb ik in 2001 in Maastricht de conferentie The Economics of Skill Obsolescence georganiseerd, waarvan een aantal papers in een gelijknamig boek in de Research in Labor Economics serie zijn gepubliceerd. Daarin hebben we een review study gepubliceerd, waarin we een typologie hebben ontwikkeld van de verschillende mogelijke oorzaken van scholingsveroudering. Daarbij maken we, zoals bij alle kapitaalgoederen gebeurt, een onderscheid tussen technische veroudering en economische veroudering. Bij technische scholingsveroudering gaat het om slijtage, als gevolg van het natuurlijk ouderwordensproces, letsel of ziekte, of het onvoldoende gebruiken van eerder verworven kennis en vaardigheden. Dat wil zeggen, je kunt niet meer wat je vroeger nog wel kon. Bij economische scholingsveroudering gaat het daarentegen om de veroudering van kennis en vaardigheden vanwege technologische of organisatorische vernieuwingen of een krimpende werkgelegenheid in iemands vakgebied. Dat wil zeggen, je kunt het nog steeds, maar er is op de arbeidsmarkt geen vraag meer naar. Een interessante uitkomst van ons onderzoek is dat het gevoel dat je kennis en vaardigheden verouderen niet betekent dat je een groter risico loopt om de arbeidsmarkt voortijdig te moeten verlaten. In een artikel van Jim Allen en mezelf laten we zien dat werkenden die kampen met scholingsveroudering, juist vanwege de snelle ontwikkeling in hun werk, een functie hebben waarin ze veel kunnen leren. Bovendien moeten ze ook veel meer scholing volgen om up-to-date te blijven. Daardoor hebben werkenden die aangeven dat ze kampen met scholingsveroudering opmerkelijk genoeg een kleinere kans op baanverlies dan mensen die in een minder dynamische functie werkzaam zijn. Wat op dit punt heel erg belangrijk is, is dat werkgevers hun medewerkers in staat stellen om scholing te volgen als dat belangrijk is voor hun baanbehoud. Samen met Didier Fouage, Raymond Montizaan en Bert Schreurs heb ik in een artikel laten zien dat niet alleen de deelname aan trainingen ertoe leidt dat mensen op latere leeftijd met pensioen willen gaan, maar ook louter het feit dat ze weten dat hun werkgever hun scholingsmogelijkheden aanbiedt als ze dat nodig zouden hebben voor hun duurzame inzetbaarheid. In mijn interfacultaire samenwerking met de onderzoeksgroepen van mijn UM-collega's Eimert Kant en Fred Zijlstra hebben we verschillende onderzoeken gedaan waarin we de scholingsveroudering plaatsen in het bredere kader van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. In een schoolvoorbeeld van multidisciplinair onderzoek hebben we zelfs gevonden dat er een duidelijke relatie is tussen scholingsveroudering en de gezondheid van werkenden. Uit dit onderzoek blijkt dat 45-plussers die kampen met tekortschietende competenties 2 jaar later een grotere herstelbehoefte hebben aan het einde van hun werkdag en daardoor een groter risico lopen om hun baan te verliezen. Dit onderzoek verbindt hiermee de literatuur gericht op de veroudering van kennis en vaardigheden met de literatuur gericht op de vitaliteit van werkenden.
Dit brengt mij bij mijn vierde vraag. Voor welke groepen is het nou het moeilijkst om in de toenemende noodzaak van een leven lang ontwikkelen te voorzien? Ik had al laten zien dat ruim de helft van de werkenden eens in de 2 jaar minstens 1 training of cursus volgt. En dat velen een substantieel deel van hun werktijd activiteiten verrichten waarvan ze leren. Het glas is wat dat betreft half vol. Maar dat betekent helaas ook dat het half leeg is. Zo blijkt dat een flinke groep werkenden na het verlaten van de schoolbanken nooit meer een training of cursus heeft gevolgd. Maar liefst ruim 1/4 van de werkenden behoort tot deze harde kern van mensen die een groot risico lopen om later in hun loopbaan hun baan te verliezen en dan weinig kans te maken op ander werk. 3 groepen werkenden blijken het meest kwetsbaar te zijn in het up-to-date houden van hun menselijk kapitaal. Laagopgeleide, oudere werkenden en flexwerkers. Daarnaast zijn mensen die omgeschoold moeten worden naar ander werk vaak zeer kwetsbaar. Ik zal kort op deze 4 groepen ingaan. Allereerst de laagopgeleide. Op deze slide zien we de ontwikkeling van de scholingsdeelname naar opleidingsniveau. Laagopgeleide, dat is de onderste donkerblauwe lijn, blijken veel minder vaak scholing te volgen dan hoogopgeleide. Vanaf 2010 is de kloof tussen laag- en hoogopgeleide ook sterk gegroeid. Van de hoogopgeleide nam in 2020 59% deel aan een cursus of training, tegenover slechts 33% van de laagopgeleide. Ook het verschil tussen de laag- en middelbaar opgeleide is de afgelopen jaren gegroeid. In 2010 lag de scholingsdeelname van laag- en middelbaar opgeleide nog vrijwel op hetzelfde niveau. Maar vanaf 2013 daalde de scholingsdeelname van laag opgeleide met ongeveer 10 procentpunt, terwijl de scholing van middelbaar opgeleide met 6 procentpunt steeg. In het onderzoeksrapport dat we enkele jaren geleden onder leiding van Annemarie Cunelen schreven, laten we zien dat het verschil in scholingsparticipatie tussen laag en hoog opgeleide voor een belangrijk deel samenhangt met de verschillen in werkinhoud. De werkinhoud verklaart ook de verschillen tussen lage opgeleide onderling. Als ze werken in een functie waarvoor interpersoonlijke vaardigheden en taalvaardigheden belangrijk zijn, dan volgen ze vaker scholing. Dat doen ze ook als ze meer feedback krijgen van hun collega's of als er een opleidingsplan of een ontwikkelplan is. In het artikel dat ik samen met Didier Fouage en Trudy Schils heb geschreven, laten we zien dat laag opgeleide niet minder scholing volgen omdat het voor hen minder rendabel is. Gecontroleerd voor niet waargenomen heterogeniteit blijken laag opgeleide die scholing hebben gevolgd 2,6% meer te verdienen dan degene die geen scholing hebben gevolgd. Dit rendement is vergelijkbaar met dat van hoog opgeleide. Bovendien verlaagt het volgen van scholing voor laag opgeleide ook het risico om werkloos te worden. Ons onderzoek laat zien dat de lagere scholingsdeelname van laag opgeleide hele andere oorzaken heeft. Zo blijkt examenangst een belangrijke reden waarom laag opgeleide minder scholing volgen. Ook blijkt dat ze minder toekomstgericht denken, meer waarde hechten aan hun vrije tijd, minder openstaan voor nieuwe ervaringen en ook minder het gevoel hebben dat ze invloed kunnen hebben op hun eigen economisch welbevinden dan hoger opgeleide. Laag opgeleide blijken ook minder te leren van hun werk. Laagopgeleide, dus opnieuw die onderste donkerblauwe lijn, hebben veel minder werktijd waarin ze dingen doen waarvan ze kunnen leren dan hoogopgeleide, de bovenste oranje lijn. Terwijl hoogopgeleide in 2020 25% van hun totale werktijd werkzaamheden hadden waarvan ze leren, was het bij laagopgeleide slechts 17% van hun werktijd. Middelbaar opgeleide zit daartussenin. Overigens blijkt het informele leren bij middelbaar opgeleide, dat kunnen we hier zien, in het coronajaar 2020 op hetzelfde niveau te zijn gebleven. Terwijl zowel bij laag als hoog opgeleide het percentage dat ze aan leerzame activiteiten besteden afnam. Het verschil in het informele leren tussen laag en hoog opgeleide heeft een aantal oorzaken. Allereerst de minder leerzame inhoud van het werk van laag opgeleide, maar ook omdat ze minder openstaan voor nieuwe ervaringen dan hoog opgeleide. In de volledige tekst van mijn lezing kunt u daar meer over lezen. De tweede kwetsbare groep zijn de oudere werkenden. Hier zien we de ontwikkeling van de scholingsdeelname naar leeftijd volgens de 6 leven lang leren enquêtes die we hebben gehouden. De onderbroken oranje lijn is de laatste meting van 2020. En onder de figuur ziet u op welke jaren de verschillende lijnen betrekking hebben. En op de horizontale as staat dan de leeftijd van de mensen. U ziet hoe het zich
hoe het verloopt over, met het ouder worden van de mensen. De figuur laat zien dat de scholingsdeelname, zoals verwacht mocht worden, het hoogst is onder de 30 tot 40-jarigen. En vooral afneemt in de laatste 10 jaar van de arbeidsloopbaan. Doordat de pensioenleeftijd steeds verder naar achter is opgeschoven, is de scholingsparticipatie van oudere werkenden toegenomen. Hierdoor zijn de verschillen met andere leeftijdsgroepen steeds kleiner geworden. Al laten de cijfers voor 2020 zien dat de scholingsdeelname van 55-plussers weer is teruggelopen. De onderbroken oranje lijn ligt in 2020 weer lager dan de onderbroken blauwe lijn, wat de cijfers van 2017 weergeeft. Op basis van een natuurlijk experiment in de pensioengerechtigde leeftijd laten Raymond Montizaan, Frank Curvers en ikzelf zien dat 55-jarigen die door de afschaffing van de FUT pas op latere leeftijd met pensioen konden gaan, meer scholing gingen volgen dan werkenden die eerder met pensioen konden gaan. En dat gebeurde al lang voordat men met pensioen zou kunnen gaan. Dat gold echter alleen voor degenen die in een grote organisatie werkzaam waren, waar meestal meer aandacht is voor een goed HR-beleid dan in kleinere bedrijven. Uit ons onderzoek onder leiding van Annemarie Kuhn bleek dat de lagere scholingsdeelname van 55-plussers vooral het gevolg is van hun lagere bereidheid om scholing te volgen. Maar ook werkgevers zijn minder bereid om te investeren in de scholing van werknemers die ouder zijn dan 60 jaar. Vooral omdat ze denken dat de leermotivatie en het leervermogen van oudere medewerkers geringer is. Hier zien we de ontwikkeling van het informele leren naar leeftijd, op dezelfde soort grafiek, zoals we die hebben gemeten in onze 6 enquêtes. Oudere werkenden blijken ook minder te leren van hun werk. Uit de figuur blijkt dat dit niet te maken heeft met het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd. Er is eerder sprake van een vrij geleidelijke daling van het leren op het werk met het oplopen van de leeftijd. Het laten met pensioen gaan heeft dus geen positief effect gehad op de mate waarin 55-plussers werkzaamheden hebben waarvan ze nog steeds leren. Dit, zoals we hiervoor zagen, in tegenstelling tot hun toegenomen scholingsparticipatie. Uit ons onderzoek blijkt dat 55-plussers meer informeel leren op hun werk als hun werkzaamheden interpersoonlijke vaardigheden vereisen. Functierelatie blijkt het informeel leren van deze leeftijdsgroep echter niet meer te stimuleren. Integendeel, het leidt zelfs tot een afname van het informele leren. Waarschijnlijk komt dit omdat functierelatie op deze leeftijd vaak een onderdeel is van wat we het ontziebeleid noemen, waarbij oudere werkenden minder veel eisende taken krijgen. Dit brengt mij bij de derde groep die kwetsbaar is, flexwerkers. We zien hier dat de flexwerkers zonder perspectief op een vaste aanstelling, dat is de derde balk, slechts 37% daarvan de afgelopen 2 jaar scholing heeft gevolgd. Onder de werkenden met een vaste aanstelling is dat 53%. Ook onder zelfstandigen is de scholingsdeelname met 43% flink lager. Dat geldt in iets mindere mate voor werkenden met een tijdelijk contract die wel uitzicht hebben op een vaste aanstelling. Werknemers met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vaste aanstelling blijken vaak zelf het initiatief te moeten nemen om scholing te kunnen volgen. Bovendien betalen ze veel vaker zelf de trainingskosten dan werknemers met een vaste baan en volgen ze die trainingen ook vaker in hun vrije tijd. De trainingen die ze op eigen initiatief volgen zijn vaak gericht op generieke kennis en vaardigheden en helpen flexwerkers niet om een vaste baan te vinden. Een recente vignetstudie onder werkgevers van Davy Paulussen, Didier Fouage, Annemarie Kuhn en mijzelf, die laat zien dat werknemers met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vaste aanstelling maar liefst 37% minder kans hebben een cursus aangeboden te krijgen van hun werkgever dan werknemers met een vast contract. Een terugbetalingsverplichting van de gemaakte scholingskosten bij vroegtijdig vertrek of een eigen financiële bijdrage van de werknemer, die verhogen weliswaar de bereidheid van werkgevers om flexwerkers scholing aan te bieden. Maar zelfs dan hebben flexwerkers nog een lagere kans dat ze een training mogen gaan volgen dan mensen met een vast contract. Hier zien we het informele leren in procenten van de werktijd van flexwerkers en mensen met een vast contract. We zien hier een heel ander beeld. Hier blijven flexwerkers niet achter bij werknemers met een vast contract. En dat blijft zoals we controleren voor een aantal verschillen. Integendeel, zoals we hier zien, besteden ze een groter deel van hun werktijd aan activiteiten waarvan ze leren dan werknemers met een vast contract.
Flexwerkers met perspectief op een vast dienstverband, die leren 30% van hun werktijd van hun werktijd van het werk dat ze doen. Flexwerkers zonder perspectief op vast werk blijven daar met 28% nauwelijks bij achter. Aanzienlijk meer is dat dan zelfstandigen, met maar 22%. En ook dan mensen met een vast dienstverband, die slechts 21% van hun werktijd leren van het werk dat ze doen. Een artikel van Maria Ferreira, Rolf van der Velden en mijzelf bevestigt dit beeld voor 20 OECD-landen. Uit deze studie blijkt dat informeel leren geen substituut is voor de lagere trainingsparticipatie van flexwerkers. Integendeel, flexwerkers die scholing volgen, die leren ook meer van hun werk. Een aanvullende analyse die zich richt op de taken die werkenden uitvoeren, wijst erop dat er in feite twee soorten banen zijn waarin flexwerkers werkzaam zijn. Dat geldt eigenlijk in alle sectoren. Goede tijdelijke banen met veel autonomie, teamwork en probleemoplossende taken die goede mogelijkheden bieden voor het volgen van training en informeel leren en ook goede loopbaanperspectieven bieden. En slechte tijdelijke banen die weinig mogelijkheden bieden om je competenties op peil te houden en die geen loopbaanperspectieven bieden. De vierde kwetsbare groep zijn de langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Het gaat hier vooral om mensen die op latere leeftijd hun baan verliezen, of hun werk fysiek of mentaal niet meer aankunnen, waardoor ze op zoek moeten naar ander werk. Vaak is er dan behoefte aan omscholing. En maar meestal vindt die omscholing pas plaats als iemand al langere tijd werkloos is. In dat geval is iemands inzetbaarheid meestal al sterk gedaald, wat het moeilijk maakt om nieuw werk te vinden. Het is ook het geval bij mensen die hun werk door de fysieke of mentale belasting ervan op een bepaald moment niet meer aankunnen. Vaak spreken we dan van arbeidsongeschikten. Maar deze ongeschiktheid heeft dan vooral betrekking op het werk dat iemand had. Omscholing naar minder belastend werk zou dan in principe soelaas kunnen bieden. Maar helaas zijn veel mensen die hun werk verliezen omdat ze het niet meer aankunnen op een leeftijd waarop een succesvolle omscholing niet meer rendabel is. Omdat de tijd waarop de scholing op de arbeidsmarkt nog ingezet kan worden gewoon te kort is geworden. Dit brengt mij bij mijn laatste vraag. Welke maatschappelijke infrastructuur op het terrein van het leven lang ontwikkelen heeft onze samenleving nodig om een sterke economie te blijven? Nederland mist nog steeds een goede infrastructuur die een kennissamenleving nodig heeft om het menselijk kapitaal van de beroepsbevolking na het initieel onderwijs up-to-date te houden. Hierdoor lopen we het risico dat de internationale concurrentiekracht en het innovatiepotentieel van de Nederlandse economie wordt aangetast. Een goede infrastructuur zou het leven lang ontwikkelen moeten borgen voor wat betreft het informele leren op het werk en het bijscholen, het opscholen, als ook het tijdig omscholen van mensen die geen perspectief meer hebben om in hun huidige werkveld te kunnen blijven werken. Ik wil ingaan op wat in mijn ogen 5 belangrijke pijlers zijn van een goede maatschappelijke infrastructuur op het terrein van het leven lang ontwikkelen. De leercultuur en organisaties in de samenleving, individuele ontwikkelrekeningen, alumnibeleid, faciliteiten voor omscholing en onderzoek. Allereerst de leercultuur. Het informele leren op het werk vormt de basis van een goede leercultuur in een organisatie. Dat maakt het van groot belang dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan taken hebben die hun voldoende uitdagen. Voorkomen moet worden dat mensen vastroesten in een takenpakket waarvan ze nog maar weinig leren. Dit vereist dat werkgevers hun medewerkers mogelijkheden tot functie- en taakrelatie aanbieden. Ook moet worden aangemoedigd dat medewerkers elkaar op de werkvloer feedback en tips geven. Daarbij moeten nieuwe medewerkers een mentor krijgen die hen de kneepjes van het vak leert. Een recente studie van Ruud Gerards, Arnoud Weustink en mijzelf die laat zien dat het informele leren ook kan worden geborgd als we veel thuiswerken. Uit deze studie, naar de relatie tussen wat we nu het nieuwe werken noemen en het informele leren, blijkt dat vooral het geven van kritische feedback bij het nieuwe werken een belangrijke impuls geeft aan het informele leren. En ook is het van groot belang dat medewerkers een hele goede online toegang hebben tot de binnen de organisatie beschikbare kennis. Een goede leercultuur vereist ook een veilige leeromgeving. Medewerkers moeten fouten durven en mogen maken en niet aarzelen om aan collega's vragen te stellen als men iets niet weet.
Belangrijk is ook dat de leercultuur van een organisatie inclusief is, door voldoende aandacht te hebben voor medewerkers die dreigen achter te blijven in het op peil houden van hun menselijk kapitaal. Daarbij gaat het, zoals gezegd, in het bijzonder om laag opgeleide, oudere werkenden en flexwerkers. Vooral de harde kern van ruim een kwart van de werkenden die hun hele arbeidsloopbaan nog nooit een training of cursus heeft gevolgd, zal in de leercultuur moeten worden meegenomen. Dit vereist dat de barrières die deze groep heeft om te blijven leren worden weggenomen. Daarbij kan het helpen om trainingen voor laag opgeleide binnen een bedrijf in groepsverband te organiseren. Dan voelen medewerkers zich immers vaak verantwoordelijk voor collega's waarvoor de training moeilijk is. Daarnaast kunnen laagopgeleiden die eerder succesvol een training hebben gevolgd als leerambassadeur hun collega's over de drempel trekken om zich verder te ontwikkelen. En last but not least zullen leidinggevenden op het terrein van het leven lang ontwikkelen een vertrouwensband moeten creëren met hun medewerkers. Dit maakt de gesprekken hierover veel effectiever. Door medewerkers goed te informeren en te betrekken bij grote veranderingen die zich in de economie voltrekken, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun medewerkers zich meer bewust worden van de noodzaak en de mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen. In veel organisaties worden wel belangrijke stappen gezet om een goede leercultuur van de grond te krijgen. Maar het HR-beleid op dit terrein staat vrijwel overal nog in de kinderschoenen. De Nederlandse overheid heeft aangegeven de komende jaren te willen investeren in het verbeteren van de leercultuur in ons land. Om het inzicht in de scholingsmogelijkheden en mogelijke financieringsbronnen voor iedereen te vergroten, wordt er een groot digitaal scholingsplatform Ik wil verder leren ontwikkeld. Daarnaast komt er een grootschalige pilot met ontwikkeladviezen en ondersteuning voor laag opgeleide met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook zal de overheid in 2022 het stapbudget introduceren. Dat is een regeling voor publiek bekostigd ontwikkelbudget dat mensen de mogelijkheid geeft hun duurzame inzetbaarheid te versterken. Dit stapbudget zou een aanjaagfunctie kunnen vervullen voor het op bredere schaal introduceren van individuele ontwikkelrekeningen. Daarnaast zouden openbare bibliotheken, nog meer dan ze nu al doen, de leercultuur in onze samenleving kunnen versterken door het aanbieden van online cursussen en trainingen voor een breed publiek. Ook kunnen ze door het aanbieden van taal, reken- en digitaliseringscursussen en andere laagdrempelige activiteiten een waardevolle bijdrage leveren aan het stimuleren van de leercultuur van laaggeletterden en andere groepen die moeite hebben om te blijven leren. Hetzelfde geldt ook voor de publieke omroep, die veel meer dan nu het geval is aandacht zou moeten hebben voor leerzame tv-programma's, podcasts en dergelijke, die toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. De tweede pijler voor zo'n maatschappelijke infrastructuur zijn individuele ontwikkelrekeningen. Deze kunnen een belangrijke gamechanger zijn voor het leven lang ontwikkelen in Nederland. Op zo'n ontwikkelrekening moeten werkenden kunnen sparen voor ontwikkeltrajecten die belangrijk zijn voor hun duurzame inzetbaarheid. Het is belangrijk dat zowel werkgevers, O&O-fondsen, overheden als ook de werkenden zelf geld kunnen storten op iemands ontwikkelrekening. Deze stortingen moeten onderdeel worden van de in de CAO vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Daarvoor is het belangrijk dat de overheid de bedragen die werkgevers storten op ontwikkelrekeningen van hun medewerkers niet fiscaal belast. Het zou goed zijn als iedereen zo'n ontwikkelrekening krijgt, omdat dit het mogelijk maakt om je eigen regie over je ontwikkeling te krijgen. Juist voor de vier genoemde kwetsbare groepen kunnen individuele ontwikkelrekeningen een belangrijke functie vervullen. Enerzijds omdat werkgevers hiermee kunnen worden aangezet om te investeren in de ontwikkeling van 55-plussers en van flexwerkers. Anderzijds omdat laag opgeleide en 55-plussers dan sneller geneigd zijn om een cursus te gaan volgen. Er ontstaat dan immers wat we noemen een endowment effect. Men wil een bezit dat men heeft niet verloren laten gaan. Een ontwikkelrekening is uitdrukkelijk niet bedoeld om de scholing te bekostigen die nodig is om iemands competenties voor zijn of haar huidige functie up-to-date te houden. Daarvoor hoort de verantwoordelijkheid bij de werkgever te liggen. Deze heeft ook veel eerder en beter inzicht in de scholing die hiervoor nodig is. Maar los daarvan is het wenselijk dat een ontwikkelrekening ruime bestedingsmogelijkheden heeft. Zo hebben flexwerkers vaak vooral behoefte aan loopbaanoriëntatie en coaching, terwijl voor laag opgeleide het inwinnen van advies over de richting waarin men zich het beste kan ontwikkelen erg waardevol kan zijn. Het gerandomiseerde veldexperiment dat Bram Fleuren, Eimert Kant, Fred Zijlstra en ikzelf hebben opgezet, laat zien
dat het nuttig kan zijn als de middelen op een ontwikkelrekening niet alleen kunnen worden ingezet voor het betalen van de cursuskosten, maar ook voor het vrijkopen van de werktijd waarin iemand de training kan volgen. Omdat beide een belemmering kunnen wegnemen om de scholing te gaan volgen. Het vrijkopen van werktijd is waarschijnlijk vooral belangrijk om de scholingsdeelname van laagopgeleide en 55-plussers te stimuleren. Dit brengt mij bij de derde pijler, het alumnibeleid. MBO-scholen, hogescholen en universiteiten zouden een veel grotere rol kunnen spelen bij het up-to-date houden van de competenties van hun alumni dan ze momenteel doen. Dit vereist een strategisch alumnibeleid waarin het leven lang ontwikkelen centraal staat. Daarbij gaat het zowel om het aanbieden van post-initiële scholing aan afgestudeerden als om het organiseren van netwerkactiviteiten, waarin alumni korte updates van hun kennis krijgen en ook veel van elkaar kunnen leren. Om dit alumnibeleid een impuls te geven, zouden onderwijsinstellingen op flinke schaal online of blended learning bijscholingscursussen voor hun alumni moeten gaan opzetten, voortbouwend op de ervaringen die ze hiermee de afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan. Een onderzoeksrapport dat we enkele jaar geleden onder leiding van Barbara Belfi schreven, laat zien dat werkloze alumni en alumni die zijn afgestudeerd in een crisistijd, de eerste jaren na hun afstuderen minder vaak een cursus of training volgen. Daarom zouden we in het alumnibeleid van onderwijsinstellingen speciale aandacht moeten komen voor deze beide doelgroepen. Het hebben van een goede leercultuur, individuele leerrekeningen en een goed alumnibeleid vormen de maatschappelijke infrastructuur die nodig is voor wat je zou kunnen aanduiden als het preventieve leven lang ontwikkelen beleid. Daarnaast is het echter soms nodig dat mensen omgeschoold worden naar ander werk. De behoefte aan het meer curatieve scholingsbeleid doet zich voor als mensen door verschuiving in de vraag op de arbeidsmarkt hun baan verliezen en er vrijwel geen mogelijkheden meer zijn om een soortgelijke baan te vinden. Zulke omscholing kan, zoals gezegd, ook nodig zijn als iemand werkzaam is in een fysiek of mentaal sterk belastend beroep en het niet kan volhouden tot de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval is het erg belangrijk dat deze omscholing niet pas wordt overwogen als mensen hun huidige werk niet meer aankunnen, maar dat hierop wordt geanticipeerd door hun om te scholen om een leeftijd van zeg 40 tot 45 jaar, waarop zo'n omscholing nog rendabel is. Dit brengt mij bij de vijfde pijler, onderzoek. Een sterke onderzoeksagenda vormt een cruciaal onderdeel van een goede maatschappelijke infrastructuur op het terrein van het leven lang ontwikkelen. Het onderzoek kan daarbij zowel agenderend zijn voor nieuwe beleidsinitiatieven als snel laten zien wat de effectiviteit is van specifieke beleidsinstrumenten. Dit vereist drie soorten onderzoek. Allereerst onderzoek dat inzicht geeft in de kennis en vaardigheden waaraan op de Nederlandse arbeidsmarkt behoefte is. De prognoses van de toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep, waarmee het ROA eind jaren 80 van de vorige eeuw is gestart, verschaffen essentiële informatie over de op middellange termijn verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In de loop van de jaren is gebleken dat de kwaliteit van deze prognoses zeer hoog is. Deze informatie is niet alleen waardevol voor de studie- en beroepskeuzevoorlichting en het wervingsbeleid van werkgevers, maar kan ook een belangrijk ankerpunt zijn voor een goed omscholingsbeleid. Maar om meer specifiek inzicht te krijgen in de verschuivingen in de op de arbeidsmarkt gevraagde kennis en vaardigheden, is het belangrijk om naast deze arbeidsmarktprognoses goed te blijven monitoren welke verschuivingen op de arbeidsmarkt optreden in de werkzaamheden van werkenden. Het door het ROA en SEO uitgevoerde Nederlandse Skills Survey biedt hiervoor goede mogelijkheden. Voor een goed leven lang ontwikkelen beleid is het van groot belang dat het ministerie van Sociale Zaken dit Skills Survey in de toekomst blijft bekostigen. Tweede pijler binnen het onderzoek is onderzoek dat inzicht geeft in de ontwikkeling van het leven lang ontwikkelen in Nederland. Het goed monitoren van de ontwikkeling in de scholingsdeelname en het informele leren van de Nederlandse beroepsbevolking en de factoren die het stimuleren of belemmeren is een cruciaal onderdeel van een goede maatschappelijke infrastructuur. In 2004 is het ROA, zoals ik deze lezing heb laten zien, gestart met de ROA Leven Lang Leren enquête. Deze enquête heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het maatschappelijk agenderen van het belang van het informele leren op het werk. En ook de groepen werkenden die het risico lopen hun competenties onvoldoende op peil te
houden, scherp in beeld gebracht. Hoewel de enquête vanaf 2004 om de 3 jaar is gehouden, is een meer duurzame bekostiging ervan nog steeds onvoldoende geborgd. Ook hier ligt een duidelijke rol voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als derde, onderzoek naar wat werkt en waarom iets werkt. Inzicht in de effectiviteit van beleidsinstrumenten. Zowel binnen bedrijven als op sector- en regionaal niveau zijn er tal van initiatieven gericht op het leven lang ontwikkelen. Veel van deze initiatieven zijn echter niet zodanig opgezet dat een goede effectmeting mogelijk is. Daardoor wordt er onvoldoende geleerd van deze pilotprojecten en dreigt het gevaar dat het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat er reeds voor de start van een nieuw initiatief wordt nagedacht op welke wijze de interventie goed kan worden geëvalueerd. Hoewel dit niet altijd makkelijk is, zijn er vele goede voorbeelden hoe dit in de praktijk zou kunnen. Goed opgezet onderzoek naar de effecten van interventies maakt het niet alleen mogelijk dat een goed beeld wordt verkregen van wat werkt, maar het kan ook inzicht geven waarom een bepaalde interventie effectief is en bij welke precieze opzet het beste resultaat wordt bereikt. In een studie die ik samen met Annemarie Kuhn en Raymond Montizaan heb gedaan, hebben we voor het ministerie van Sociale Zaken een raamwerk geschetst met 5 evaluatiemethodes om de effecten van het leven lang ontwikkelinitiatieven op een verantwoorde wijze te meten. Dit zou de leidraad moeten zijn voor een goed evaluatiekader voor het leven lang ontwikkelen beleid. Dit brengt mij bij mijn dankwoord. Tot slot zou ik graag een dankwoord willen uitspreken aan degenen die het mij de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt om invulling te geven aan het onderzoek en het onderwijs gerelateerd aan mijn leerstoel. En de doorgroei van het AROA tot een toonaangevend onderzoeksinstituut dat zich in haar missie richt op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact. Als eerste gaat mijn dank uit naar Hans Heijken, hier aanwezig. Die destijds als directeur van het AROA het initiatief nam voor het opzetten van mijn leerstoel, als tweede leerstoel binnen het AROA. En mij daarmee de mogelijkheid bood om het AROA uit te bouwen met een nieuwe onderzoekslijn gericht op het post-initiële leren. Thomas Domen wil ik bedanken voor zijn belangrijke voorbeeldrol voor het doen van hoogwaardig maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek en zijn fijne leiderschapsstijl. Zoals blijkt uit mijn vele co-auteurs hebben veel anderen binnen en buiten het AROA een belangrijke rol gespeeld voor mijn onderzoeksprogramma. Allereerst de promovendi die ik heb mogen begeleiden bij het schrijven van een proefschrift. Ik heb het, zoals ook veel andere hoogleraren, altijd een van de leukste werkzaamheden van mijn leerstoel gevonden. Het is mooi en dankbaar werk om meestal jonge onderzoekers in deze voor hen belangrijke fase in hun loopbaan feedback te kunnen geven op hun onderzoek. En ook in bredere zin te kunnen coachen. En ja, ook voor mijzelf waren het zeer leerzame activiteiten, waarvan ik ongetwijfeld meer leerde dan van het volgen van een cursus of training. Met mijn promovendi en vele andere collega's binnen en buiten het AROA heb ik aan wetenschappelijke papers gewerkt. Voor mij is wetenschap altijd teamwork geweest. En omdat ik zo van cijfers houd, heb ik het even nageteld. In totaal heb ik met 81 co-auteurs gewerkt aan in internationale journals gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Van deze co-auteurs waren er 37 mijn collega's van het AROA, 38 collega's van buiten het AROA en 6 SBI masterstudenten waarmee ik een artikel schreef op basis van hun thesis. Bedankt allemaal voor de fijne samenwerking en de vele dingen die ik op allerlei facetten van het schrijven van een goed artikel van jullie heb geleerd. Veel van mijn co-auteurs binnen en buiten het AROA hebben het voor mij ook mogelijk gemaakt om het leven lang ontwikkelen, de duurzame inzetbaarheid en andere onderzoeksterreinen vanuit een interdisciplinair perspectief te bestuderen. Dit heeft mij in aanraking gebracht met het onderzoek, als ook de onderzoeksmores binnen verschillende disciplines, zoals sociologie, onderwijskunde, neuropsychologie, organisatiepsychologie en arbeidsepidemiologie. Dit waren zeer leerzame uitstapjes die mijn blik op de wetenschap enorm hebben verrijkt. Ik wil u allemaal bedanken voor de vele wijze lessen en de fijne samenwerking. Het lukt me helaas niet om al jullie namen nu hier te noemen, maar ik wil in het bijzonder Eimert Kant en Fred Zijlstra bedanken voor de leerzame samenwerking in verschillende samenwerkingsprojecten, die me een diepe inzicht hebben gegeven in het grote belang van multidisciplinair onderzoek op het terrein van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Ook wil ik Paul Iske bedanken voor de plezierige samenwerking bij de coördinatie van het netwerk Sociale Innovatie en het inzicht dat hij me heeft gegeven
hoe belangrijk het is om fouten te mogen maken. En om ervoor te zorgen dat de organisatie leert van de fouten die er worden gemaakt. Eveneens leerde ik van Paul om organisaties te zien als onderdeel van een groter ecosysteem. Hiervan heb ik ook geleerd het ROA niet te zien als een onderdeel, het ROA te zien als een onderdeel van een groter ecosysteem. Waarbij het niet zo belangrijk is om scherpe grenzen te trekken tussen wat er in het ecosysteem, nou binnen het ROA of daarbuiten, plaatsvindt. Ook heb ik met veel plezier met veel ROA-collega's gewerkt aan soms spraakmakende rapporten, waarmee we een belangrijke agenderende rol hebben kunnen spelen voor het beleid gericht op de relatie tussen onderwijs-arbeidsmarkt, het leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, het verschuiven van de pensioneringsleeftijd en de impact van het nieuwe werken en kunstmatige intelligentie op het werk. Ik kan helaas jullie hier niet allemaal bij naam noemen, maar ik wil op de onderzoeks- en beleidsterreinen die ik net noemde, vooral mijn ROA-collega's Lex Borghans, Frank Curves, Didier Fouage, Hans Heijken, Annemarie Kuhn-Nelen, Raymond Montizaan, Ruud Gerards, Marie-Christine Verguin en Mark Levels bedanken voor de fijne manier waarop we hebben samengewerkt, in het besef dat we met iets grensverleggends bezig waren. Ik hoop de komende jaren de samenwerking met verschillende van jullie nog te kunnen voortzetten. Erg belangrijk was ook de fijne ondersteuning die ik op mijn werk altijd heb gehad van het ROA-secretariaat en ROA-beheer. Miranda Boeren, Marielle Wets, Esther Soudan, Joyce Gruithuizen, Melissa Janus en Margot Romans. Bedankt voor jullie support. Graag wil ik hierbij mijn collega Rolf van der Velde bedanken voor de fijne samenwerking in de 30 jaar dat we samen binnen het ROA zijn opgetrokken. En onze vriendschap die hiervoor de basis vormde. Legendarisch binnen het ROA zijn onze lunchwandelingen die we in deze 30 jaar met grote regelmaat samen maakten. We in elkaar feedback gaven, beslissingen namen en lief en leed deelden. De kroon op deze goede samenwerking was ons gedeelde directeurschap in de afgelopen 8 jaar. Waarin het ROA is uitgegroeid tot een op vele terreinen toonaangevend onderzoeksinstituut. In deze periode zijn we erin geslaagd het ROA een volwaardige positie te geven binnen SBE, School Business Economics, wat een belangrijke borging is voor het wetenschappelijk onderzoek binnen het ROA en waarbij we met onze missie een rolmodel zijn voor het combineren van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke impact. Mijn dank gaat uit naar de toenmalige decaan Philip Vergouwen en directeur Edward Peters, die deze integratie mogelijk hebben gemaakt. En Pieter Mulgaard, die de integratie een verdere boost gaf door me te vragen als associate dean plaats te nemen in het faculteitsbestuur. Ik ben erg blij dat ik in mijn loopbaan een bijdrage heb kunnen leveren aan de opbouw en doorgroei van het ROA. Ik heb het altijd met erg veel plezier gedaan en kan er ook met veel genoegen op terugkijken. Maar ik ben minstens zo blij dat Marise en onze kinderen Mila, Feiko, Benno en Jos mij altijd gewaardeerd hebben voor mijn, in hun ogen, goede work-life balance. Ik wil jullie en jullie partners, die helaas vandaag vanwege de beperking niet bij kunnen zijn, Rob, Thomas, Rafael en Livia en onze kleinkinderen Boas en Lovis bedanken voor jullie bijdrage aan het warme gezin dat we vormen en het vele dat ik nog steeds van jullie kan leren. Ik heb gezegd. What another very nice speech. Thank you very much, Andries, Professor de Hip. In the 80s in economics, when we didn't know what to say in seminars, we would always say, so what are the policy implications of this paper? And of course, we have heard nothing but policy implications, I think, in the last almost hour. So another appropriate question could be, so what does it mean for you? For lifelong learning in the next phase of your life. And since you're not able to answer that, maybe we can get back to that in a while. But before that, it's my pleasure to introduce the next speaker. We'll have a few events coming up. And the first speaker has
stepped into your shoes, and these are big shoes, not physically, I believe, but mentally and scientifically. And it's my great pleasure to introduce the new director of our DGFOH, Professor Doctor. Ik geloof dat er een presentatie klaar zou staan. Van Andries, zal wel zo beginnen voordat de presentatie opstart. Van Andries hebben we al afscheid kunnen nemen in januari. In een bewogen, soms hilarische en soms buitengewoon emotionele Zoom-sessie. We hebben Andries gefeteerd met verhalen, met eten de hele dag. En met wandelingen met zijn favoriete medewandelaar. Ik weet niet of de presentatie gaat beginnen, maar ik zal gewoon even mijn verhaal doen zonder presentatie. Ik had een paar slides voorbereid, wetende, althans, ik had een beetje het vermoeden wat voor soort data Andries zou gebruiken bij zijn afscheidsgrijd. Dus ik had dezelfde data als Andries gebruikt, het Roa Leven Lang Leren Survey. Moest ik iets doen misschien? Dat zou je moeten weten natuurlijk, hè? Maar kennelijk niet. Dus ik dacht, ik begin bij de titel, hè? Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkeling, een leven lang ontwikkelen. Maar wacht eens even, dat is dan mijn ondertitel. Maar ik wilde kijken, ja, klopt het wel wat Andries vertelt? Want we hebben alle leuke woorden hebben het dan met elkaar gedeeld in januari. Dus nu mijn kans om wat kritische noten te geven. En ik begin bij het leven lang leren en ik gebruik, zoals ik net zei, de dataset dat hij in 2004 samen met Lex en Bart heeft opgestart, het Roa Leven Lang Leren Survey. En we gaan eens even kijken of het verhaal van Andries wel klopt. En het verhaal is makkelijk te volgen, want hij heeft al best wel wat grafieken laten zien, hè, telkens met een percentage deelname aan iets en dan op de horizontale as heb ik dan de leeftijd, want ik dacht dat is wel het moment met de pensionering van een hoogleraar om over leeftijd te hebben. Zo'n grafiek heeft hij net laten zien. Dat is de trainingsdeelname van de Nederlandse beroepsbevolking in 2020, dus vorig jaar. En dat laat een dalende lijn zien. En dat heeft Andries al laten zien. En wat ik hier toevoeg is Andries in dit grafiek. 67 jaar, 19% kans op trainingsdeelname. Van een leven lang leren, zo ik denk, ja, dat blijkt niet uit het grafiek natuurlijk. Misschien geldt dat wel voor Andries, maar dat is niet wat wij zien. Ik had ook al het vermoeden dat Andries zou praten over het informele leren, een van de belangrijke toevoegingen van onze leven lang leren survey. Laten we kijken hoe het daarmee gesteld is. En dat is die lichtblauwe lijn in de grafiek. En ook die daalt. Is toch helemaal geen leven lang leren. Mensen leren als ze jong zijn, maar niet meer als zij in de buurt van de pensioengerechtigde leeftijd komen. Dus dat kan toch niet kloppen dan, zijn verhalen. Toen dacht ik, nou, ik gok dat hij iets niet gaat laten zien. En mijn gok was correct, hoewel ik met de acolyte van Andries niet had gespart die de grafieken voor hem heeft gemaakt. Nee, maar dat Annemarie daar een handje in had. Iets wat hij niet laat zien, maar wel cruciaal is voor zijn afscheidsrede, is het stukje van leven lang ontwikkelen. En dat is de laatste lijn in deze grafiek, de lichtblauwe lijn. Namelijk, wij meten ook in onze survey de kennisontwikkeling van werkenden in de afgelopen 2 jaar, door te vragen, nou, met hoeveel is jouw kennis omhoog gegaan in de afgelopen 2 jaar? Het is ook een dalende lijn. Er is helemaal geen sprake van een leven lang ontwikkelen. Dus ik denk, ja, waar hebben we nu afgelopen uur bijna naar zitten luisteren? En je ziet ook hier is Andries tamelijk aan. Het is net geen nul, gelukkig. Hè? Maar dat komt wel nabij. Dus ik dacht, ja, natuurlijk heeft Andries gelijk. Niet voor niks is hij al die tijd hoogleraar geweest. En niet voor niks heeft hij ons bijgepraat over alles wat zijn onderzoek ons heeft bijgepraat. Dus ik wil even nu 2 minuten nog even doorgaan over waarom is het natuurlijk dat we inderdaad zo zijn overgegaan naar een leven lang leren, naar een leven lang ontwikkelen. En zoals ik Andries ken met zijn onderzoek, alles draait om mechanismes. En ik denk, bij het Roa was Andries een van de belangrijkste mechanismen. Dus daar gaat dus dit stukje van de slide over. Hè. En dingen die Andries ontzettend goed in is om jou te laten reflecteren over je eigen functioneren. En dus nooit jou terugsturen
naar de tekentafel, desnoods terugstuur naar hun cursus om wat vaardigheden bij te leren. Daar is hij ontzettend goed. En dat is soms confronterend. Als je met hem in gesprek bent over de ontwikkeling van jouw onderzoek, dan kan hij toch behoorlijk kritisch zijn. En dat je denkt, oh god, heb ik al die tijd daarvoor zitten werken. En dan ga je toch even jezelf bijscholen, wat nieuwe dingen leren, nieuwe methoden leren. En proberen jezelf je onderzoek beter te maken. Het tweede mechanisme, en daar alludeert ook Andries naar, als het gaat om de leercultuur. Dus de belangrijke rol van Andries in de organisatie is dat hij in staat is om allerlei mensen met elkaar te verbinden en mensen het beste in elkaar te laten halen. Dus dat netwerkfunctie is ontzettend belangrijk. Blijkt uit het onderzoek wat Andries heeft laten zien, maar ook uit de eigen rol van Andries in de organisatie. En dan zie je al die pijl hier teruggaan naar die lichtblauwe lijn in de grafiek. Dat is Andries die mensen koppelt aan meer ervaren onderzoekers en jonge onderzoekers. En vervolgens stimuleert dat de jonge onderzoekers weer de koppeling gaan zoeken met meer ervaren onderzoekers. Dat is echt een groot groet. Dat hele aspect van de leercultuur, daar is Andries bij het ROA een belangrijke driver van geweest. Iets waar Andries niet over gesproken heeft, of niet veel over gesproken in de afscheidsrede, is de betekenis van menselijk kapitaal dat vertrekt uit een organisatie en wat het dan de leemte dat het achterlaat. Hè. Dat is wat hij in zijn werk met Jasper van Loo het organizational forgotten noemt. Hè. En daarom ben ik hartstikke blij, uiteraard als nieuwe directeur, dat wij Andries toch nog aan ons hebben weten te binden, zodat dat stuk van het menselijk kapitaal in ieder geval niet gelijk verloren gaat. Dat we nog af en toe een beroep op zijn kennis kunnen doen. En Andries, voor jou het gebouw, hè, daar in beeld is open. Het is gelukkig nu open voor de ROA-onderzoekers, 20 tot nu toe. En ik verwacht meer de komende tijd. En zoals je weet, het huis is belangrijk als de ontmoetingsplek voor mensen om de informele contacten weer op gang te krijgen. Dus wij zien jou graag terug in het ROA-huis. One of the things you said in your speech was that you really like to work with your PhD students. And of course, some of your PhD students I never knew as PhD students, and they seem to be doing quite well. And I never thought of them as your PhD students, but they thought of you, and they would like to address you. And I don't know exactly how, but maybe it's coming up here. So there you go. Jan, you are on. Or Josh. Or one of you. So let me. Dear Andries, many thanks for this great lecture. It's a real pity that I and most of your former PhD students cannot attend this lecture today in person. Thank you so much for being a great supervisor and colleague. I fondly remember my time in Maastricht. I wish you all the best for the years to come and hope that we will see each other soon again. Andries, leuk om je te zien en wat een grote dag. Hartelijk bedankt voor al die ideeën die je hebt bijgedragen aan mijn doctorarbeid. En bedankt voor je altijd vriendelijke manier om advies te geven. Ik wens je het allerbeste en blijf nieuwsgierig. Andries, ik moet nog vaak terugdenken aan het allereerste gesprek dat we hadden aan het begin van mijn promotietraject. Toen zei je, we kenden elkaar nog niet zo goed, nauwelijks. En je zei, we hebben twee doelen hier en die zijn even belangrijk. Het ene is dat je een mooi proefschrift neerzet
En het andere is dat je dit traject afrondt in goede mentale gezondheid. Dat vond ik toen al heel bijzonder. En dat laat zien dat je altijd als begeleider niet alleen heel goed op de wetenschap hebt gelet, maar ook altijd op de mensen. En dat was heel fijn. En dat is nu ook een bron van inspiratie voor mij als ik studenten begeleid. Dank je wel en ik wens je een hele fijne tijd. Hey Andries, Jos hier. Ik heb erg genoeg. Heel fijn om te horen. Het was al net zo fijn als alle momenten van samenwerking die wij samen hebben meegemaakt. Dat begon met deze scriptie. Dankjewel voor de doctorandestitel. Daarop volgde deze dit proefschrift. Dankjewel voor de dokterstitel. En daarop volgde deze inaugurele reden. Dankjewel ook voor je bijdrage daaraan. En ik hoop dat we nog heel veel samen mogen werken. Tot snel. Hoi. Hello Andries. Thank you so much for supervising my thesis. It was a pleasure for me to work with you. And sorry for my Dutch in advance, but I will try. Gefeliciteerd met jouw pensioen. Dag Andries, bedankt voor die mooie en goede jaren van samenwerking bij het ROA. En ik wens jou en Marisse een mooie, fijne pensioentijd toe. En natuurlijk ook een goede tijd bij het ROA. Tot ziens. Dear Andries, I would like to thank you for being a great boss, a great supervisor, and a great colleague. I've learned a lot from you, and I'm very grateful that I could work with you. I wish you all the best luck for the future, and I would like to know to let you know that I'm going to miss you. Hi Andries, even though I'm here today as well, I would still like to say, like all the other former PhD students, lots of thank you. Thanks for being such a nice promoter. Thanks for all the support, the coaching, for all the nice talks we had, for the nice workings together. And I'm very happy that we are still working together and that we will continue to do so in the future. I wish you lots of fun in Utrecht with your family and see you soon. Bye-bye. Andries, thank you so much for convincing me to do a PhD. I didn't think I was cut out for it, but you saw something in me. And now I love my job. Thank you. Hello, Andries. Well, I think this is the right moment to thank you for what you did for me. I always liked of you the way you can make people at ease, and I think your office was really a comfortable place for PhD students, which is completely unrelated to the chair that was there, of course. Bye-bye, Andres. Hi, Andres. Big hugs to you from Melbourne on this very, very special day. Hope you had a great one. I wish you all the best in your coming adventures, and I hope to see you soon. Andres, congratulations on the great milestone you have reached after a wonderful trip full of academic and professional successes. I was extremely lucky to be your student. Thank you for everything, and I wish you and your family all the best. Hi, Andries. This is me from my office here in Cologne, and with this little video, I wanted to say thank you again for your great supervision during my PhD thesis on apprenticeships. And yeah, I wish you all the best, and I wish you a wonderful time in retirement. Bye bye. Hello, Andries. I'm also here today with you, sending you the warmest greetings from Utrecht, and of course, saying one more time, thank you so much for everything. Enjoy this day. Bye bye. Hoi, Andries. Wat fijn dat ik er vandaag bij mag zijn op deze mooie dag. En ook via deze weg heel erg bedankt voor alles. En ik hoop dat we elkaar ook in de toekomst nog mogen treffen. Hoi Andries, bedankt voor jouw bijdrage aan mijn levenslang ontwikkelen. Ik wens je een heel fijn pensioen toe en geniet van de vrijheid.
Thank you. This is interesting because I don't know when this is over. I assume that we are done with this, and thank you very much to all the PhD students for this fantastic intervention. Jan, are we done? Yeah. All right. Professor De Grip, dear Andries, I couldn't let this end without saying a few words on... I love hybrid working. So I couldn't let this this academic ceremony end without giving you a few words of my own. Thank you for another great speech at Maastricht University. I would say that you embody all of the values and competences of a great scholar, yet you are oddly modest, especially compared with some colleagues that have had similarly successful careers. Let me first point to some of your professional achievements, and then I'll return to your personality again, and also maybe talk about lifelong learning. Since your PhD at the Vrije Universiteit Amsterdam in 1987 on education and labor market, schooling discrepancy, you've published a great many articles and policy briefs on education and the labor market. That led to a chair already in 1999 on business and vocational training and job market at the Research Center for Education and the Labor Market, known as ROA. From 2013 and until the end of 2020, you have served as one of ROA's directors. You've also served as an advisory member to the Dutch Social Economic Council, and this is just one example that you have had impact far from Maastricht and outside of academia. You've also been extremely proficient when it came to external funding and contract research. So in terms of the REED framework that you know I'm very fond of, you check the box of R for research, you check the box for external funding, that's an E, you check the box for dissemination and outreach or impact. In fact, you have twice won the Maastricht University Media Award in 2007 and 2012, and you've once received the SBE Christmas Prize for Business Development and Knowledge Transfer. But there are two more letters in REED, an E and an A. And let's start with the A for academic citizenship and leadership. Well, you have, of course, been one of SBE's excellent you have won one of SBE's excellent fellow awards in 2014, and you are, and even if I wasn't there at the time, I know it was well deserved because you are, of course, an excellent fellow. But you have also shown academic leadership, for example, as a treasured member of the BO, the Bestuurlijk Overleg, and of the board of SBE. And that's, of course, how I really got to know you, as an associate dean for strategy and collaboration with a keen eye for external funding. In that capacity, you have, for example, developed SBE's internationalization strategy, and you were also a member of the UM-wide Strategic Board of Internationalization. And on our board inspiration trips to Copenhagen and Brussels, you have been crucial in developing SBE's new strategy. So we have done most of the letters in REED, but there is one missing, and that is an E for education. And I don't know if it's appropriate when you're retiring to start giving you career advice, but if you should develop your REED profile, that would be the E for education that you should focus on in the future, because I think more of your excellent knowledge should be transferred to an even larger degree to our students. So there's a room for doing some education, and we appreciate that, I can tell you. I would say, though, that you have impacted dearly on our students. Here are a few words from one of our excellent student representatives to the SBE board, Shula Mansa, and I quote, "Andries played a vital role in my professional development as a student member of the faculty board. I'm pretty sure that all other student reps who have had the honor of working with him share the same experience. He is kind, welcoming, and my favorite memory of Andries is the way he lights up when he tells tales about his family, especially about his children. Andries has this ability to make you feel more confident and secure simply by conversation. Even after my year in the faculty board ended, I appreciated our brief contact moments to check up.
On behalf of all the other student reps who were lucky to work with Andres, thank you for being such a force in our development. Thank you for supporting us, listening to us, and for all the laughter and fond memories in the faculty board." Unquote. So, having applied the academic read perspectives to your career, let me now turn to your personality. As I already said, you are really an excellent fella. You have a very sharp mind, yet you are almost always positive, and you attack serious challenges with a dry sense of humor. What I came to treasure in your board contributions were that you could often take a different perspective, and you were always reflective. This greatly qualified the way the board would resolve the dilemmas that are part of SBE's daily operations. I know that our managing director, Pien Versteeg, has also enjoyed your kindness, your humor, and your patient explanations of complicated policy documents, for example, regarding the impending merger with Maastricht School of Management. As Wilco Lettery, your co-associate dean, puts it, your style is inquisitive, meaning that you pursue objectives by asking questions. Very shrewd. Other personality traits are friendliness and patience, huge assets in university governance. When I asked Wilco for input, he was reminded of another historically important network that you were in, worth remembering in these Euro 2020 days. Wilco met you for the first time already 23 years ago as a member of the SBE football team that also included Arjen van Middeloosthuizen, Tom van Veen, and Christoph Meng. I understand that you always lost, but you had fun. So also in that sense, are you a true academic, a great scholar, and a gigantic person. Andres, thank you for all your efforts and achievements for SBE and for Maastricht University during an amazing and beautiful career. I hereby end this academic ceremony. What we'll now do is I'll ask the non-professorial audience to please go into the courtyard just out here, so sort of diagonally across. There will be drinks waiting, and the rest of us will join you there very shortly. For the professors, we're going to leave the room and walk to the main stairs outside, so through the building, and we'll have a photo taken out there. Thank you very much.